Hallo allemaal, vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de BSGW kwijtschelding. En zoals velen van jullie wellicht weten, helpt Traject regelmatig met de aanvragen hiervan. In de huidige situatie is het daarom even zoeken naar een juiste weg om jullie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Middels deze video hopen we jullie verder uitleg te geven hoe je de aanvraag zelfstandig kunt doen. De BSGW, voor mensen die niet weten wat het inhoudt, BSGW gaat over de gemeentelijke belastingen. En dat zijn onder andere kosten die je hebt voor bijvoorbeeld afval. Mensen kunnen hier aanspraak op maken, maar er wordt wel gekeken naar een aantal criteria. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het spaargeld, het vermogen en naar je inkomen. Op het moment dat je hier recht op hebt, kun je een deel kwijtgescholden krijgen of hoef je zelfs misschien het hele bedrag niet meer te betalen. Vandaar dat het altijd gunstig is om te kijken of je recht hebt op kwijtschelding. Ik ga jullie verder op weg helpen hoe je dit moet doen. De aanvragen voor de BSGW doen we zoveel mogelijk digitaal met jullie. Als je naar www.bsgw.nl gaat en klikt op het kopje kwijtschelding, kun je vervolgens doorklikken op digitaal kwijtschelding aanvragen. Daarna klik je op ga naar het inlogscherm voor burgers. Je kunt vervolgens inloggen door met je DigiD je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Maar let wel op, als er een telefoonnummer is doorgegeven, zul je waarschijnlijk een sms-code gaan ontvangen. Die sms-code zul je eerst in moeten vullen op je scherm voordat je kunt inloggen. Wanneer je ingelogd bent, kun je kwijtschelding aanvragen en zie je bij regelmaat dat ze bepaalde bewijsstukken van je missen. Dat kan een overzicht zijn van de bankrekening tot aan de polis van je zorgverzekering. Door die bestanden te verzamelen en op uploaden te klikken, kun je dit compleet naar hen opsturen. Ook is er de mogelijkheid om daarbij een toelichting te typen. We realiseren ons dat dit soms best moeilijk kan zijn. Zeker wanneer je de bewijsstukken niet op je telefoon of computer hebt staan. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om die aanvraag niet digitaal te doen. Want een formulier schriftelijk invullen kan nog altijd ook. En dat doe je door het telefoonnummer van de BSGW te bellen. Let er echter wel op dat wanneer je niet alle gevraagde bewijsstukken opstuurt, de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. En dat zou jammer zijn, zeker als je er wel echt recht op hebt. Hopelijk hebben we jullie op deze manier al verder op weg geholpen om de kwijtschelding aan te vragen. Mocht je echter vragen hebben of vastlopen, schroom dan niet om even contact met ons op te nemen. Wij zijn zowel telefonisch als digitaal gewoon voor jullie bereikbaar. Houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws. Succes!